Wim, op de achterkant van jouw visitekaartje, daar staat Be, Cause, Do. Ja. Leg eens uit. Ik ben nog blij dat je het gezien hebt. Ja, dat zijn eigenlijk, dat heeft te maken met de drie vragen die ik altijd heb als ik ergens binnenstap. En die vragen zijn: wie ben je? Wat wil je? En wat doe je? Ja. Waar sta je voor? Wat is je grote doel? Wat wil je bereiken? En wat doe je daaraan? En als je die drie vragen stelt, dan ben je meestal al gauw een half uurtje verder met iemand. Ja. Want het zijn niet de dingen waar men dagelijks over nadenkt. En als je dan zo gedwongen wordt om zo'n hele korte vraag en antwoord te geven, dan merk je al gauw vaak hoe geconcentreerd, hoe gefocust en hoe duidelijk iemand is over waar hij voor staat. Met zijn bedrijf of met zijn praktijk of met zijn professie. Ik stelde die vragen eigenlijk al, nou, ik denk toen Simon Sinek nog op de lagere school zat. Die Golden Circle, grote bewondering voor de man, is natuurlijk, gaat over de waardenhiërarchie in iemands leven. Ja. En dat is geen nieuw begrip, maar hij heeft het wel heel inzichtelijk gemaakt. Mm-hmm. En de les van Sinek, voor wie dat niet kent, is dat het veel belangrijker is dat je kunt praten over waarom je de dingen doet die je doet, dan dat je tot in den treuren gaat uitleggen wat je nou allemaal doet en wat je onderneemt. En wat is veel minder belangrijk dan het waarom. Want het waarom is hetgene waar andere mensen op aanslaan. En ik denk dat ik met dat waarom van de ondernemer en de onderneming wel tot mijn dood zal bezig blijven. Want de vraag stellen is één, het antwoord geven is vaak nog niet zo makkelijk. Ja, daar kun je best wel dagen, weken mee bezig zijn. Ik ken echt organisaties die daar maanden mee worstelen. Ja. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, maar het is wel een hele belangrijke vraag om te antwoorden. En dat gaat over dat hart. Dat gaat over de passie van de ondernemer en die uiteindelijk maakt dat hij gelooft en begrepen en gevolgd wordt. Maar je mag toch ook gewoon zeggen bijvoorbeeld, ik doe import-export om geld te verdienen? Ja, Sinek zegt dan, geld verdienen is geen doel, is een resultaat. En dat vind ik wel een grote vondst van hem, dat is ook zo. Iedereen begrijpt dat je dat je dat ook doet om geld te verdienen. Maar het is zoveel mooier als er nog een groter doel gediend wordt. Zijn voorbeeld van de gebroeders Wright, die de eersten wilden zijn met een vliegtuig in de lucht, wat ook in de vlucht zou blijven. Zijn andere voorbeelden illustreren dat wel mooi. En eigenlijk kun je bij iedere ondernemer dat antwoord op die vragen wel krijgen, van dat extra van het waarom. Waarom maak jij radio, Jan? Waarom nou eigenlijk? Ja. Dus, zullen we het daar eens een keer over hebben? Dat doen we wel als ik in de uitzending kom, als gast. Oké, zullen we de rol een keer omdraaien? Ja, dat zou wel eens kunnen. Dan ga ik de vragen stellen. Dat zou wel eens kunnen. Ja. We gaan naar je volgende plaat luisteren. Hier komt Clean Bandit met Rather Be.